It ain't my fault. Hey, yo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag met jullie mijn kledingkast opruimen. En omdat heel veel van jullie wilden weten hoe mijn kledingkast eruit ziet en mijn kledingkast nu echt een hele erge rommel is, dacht ik, misschien kunnen we het samen op gaan ruimen. Dus dan hebben jullie een tour en een opruimvideo in één. Dus ik sta nu voor mijn kledingkast, dus ik ga jullie even naar beneden halen. Oh, voordat ik het vergeet, mocht je denken, Bo, wat heb je nou voor rare pleister op je gezicht? Ik heb een brandwond gekregen, waarschijnlijk door handvaardigheid op school, maar dat weet ik niet zeker. Maar er zit nu een pleister met zalf op en dat moet ik elke dag vervangen. En het gaat al de betere kant op. Ik heb ook nog een soort hele rare wond hier op mijn schouder. Het gaat niet helemaal top met me op dit moment. We strijden door. Maar ik ga vandaag toch een video voor jullie maken. Goed, ophouden met het gezeik. Laten we doorgaan naar mijn kledingkast. Dit is een grote overview van hoe mijn kledingkast eruit ziet. Zoals jullie zien heb ik best wel veel kleur. Maar eigenlijk draag ik het vaak zwart. Dus ja, waarschijnlijk gaat er best wel veel kleur uit mijn kledingkast. Maar dat vind ik niet zo erg, want ik draag het toch nooit. Maar mijn doel is gewoon om... Ja, mijn kledingkast is niet heel verkeerd of zo. Ik vind mijn kledingkast best wel fijn op dit moment. Het moet alleen opgeruimd worden en heel veel draag ik gewoon niet. Dus ja, laten we maar beginnen. Maar eerst ga ik even laten zien wat er allemaal in deze lade zit. En dan gaan we stap voor stap doornemen wat ik weg wil doen. Let's go! Heel veel van jullie willen natuurlijk ook weten welke kasten ik heb. In deze Kallax-kast van de IKEA. Schoolboeken, sieraden, verzorgingsproducten, bla bla. Kijk, daarboven heb ik gewoon een mandje met verzorgingsproducten. En dan gewoon zo door naar beneden. Maar goed, dat is een andere video. Daar ga ik ook nog wel een keer een video over maken. Maar wij hebben het over deze kast. En deze kast komt ook van de IKEA. En dit is de Malmkast, volgens mij, ja. En ik heb die met 6 verdiepingen. Mijn statief staat nu op zijn allerhoogste, dus nu kunnen jullie het goed zien. In de eerste lade heb ik gewoon sokken en panties. En ik denk niet dat ik hier veel aan ga veranderen, want ja, dit bevalt gewoon best prima. En in deze kleine lade heb ik onderbroeken, topjes. Oh! Ja, gewoon ondergoed, dus dat is niet heel interessant. Oké, okay, go to the next. Dit is mijn broeken slash rokken slash, ja, gewoon alles wat om je benen heen kan. La. Zoals jullie zien is deze best wel vol. Ja, ik had echt zo'n periode dat ik bijna geen broeken had. En toen ging ik gewoon zoveel broeken kopen dat het gewoon nu helemaal vol ligt. Lekker, Bo. Maar ja, ik ga niet heel veel broeken wegdoen, maar toch een paar broeken dat ik denk, nee, deze ga ik nooit dragen. Deze gaat altijd een beetje stroef dicht. Zo. Dan deze lade. En dit is een beetje een rommellade. Maar ik heb hier nog meer broeken. De broeken die er niet meer in passen in deze lade. En al mijn korte mouwen shirtjes. Meer dan de helft van al mijn shirtjes heb ik gekregen van 2 vriendinnen. Zij zijn nu 17. En zij hebben echt heel veel kleding. En zij geven al hun kleding die te klein is aan mij. Maar ik vind het dan altijd heel leuk. Maar eigenlijk draag ik deze shirtjes bijna nooit. Dus daar gaat sowieso heel veel van weg vandaag. Oh ja, ik heb hier trouwens ook allemaal lange mouwen shirtjes die ik wel heel vaak draag. Dan mijn ene laatste lade. En hier heb ik allemaal joggingsbroeken en truien voor hockey, leggings voor dansen, korte broekjes, een pot met haarelastiekjes. Dit is een beetje een ongeorganiseerde lade. En als allerlaatste lade heb ik een lade. Oh. En als allerlaatste lade heb ik een lade waar allemaal troep in ligt. Dit is een la waar ik bijna nooit bij kom, daarom is het ook de laatste lade. Hier zitten gewoon kniebeschermers in voor dansen, zomerjurkjes, hockeysokken, die pak ik dan wel vaak. Mijn oude hockeytenue en verder gewoon wat jurkjes voor oud en nieuw en kerst en dat soort dingen. Oké, laten we maar beginnen met mijn kledingrek. Ik heb hier trouwens allemaal accessoires hangen, zoals riemen, tasjes, maar dat doe ik op het einde. Oké, ik weet niet hoe ik dit moet beginnen, maar... Ik ga gewoon stuk voor stuk pakken en soms spoel ik door, denk ik. Deze heb ik vorig jaar zomer gekocht. Ik vind dit een superleuk blouseje, vooral als je het zo opknoopt bijvoorbeeld. Maar deze is echt te koud voor de winter en het is nu nog zo koud buiten dat ik deze nooit pak. Maar ik bewaar hem wel voor de zomer. Mocht je het afvragen, deze komt van de Bershka. Dit jurkje hebben jullie net van mij in een shoplog kunnen zien, dus deze doe ik sowieso ook niet weg. Oké, nu komen we bij een trui die ik weg ga doen. Deze trui konden jullie zien in mijn eerste pashokje shoplog. En toen was ik er helemaal verliefd op. Maar ik had hem gekocht bij de Primark. En deze kwaliteit is zo slecht dat ik hem gewoon weg wil doen. Volgens mij zien jullie het niet heel goed op beeld. Maar de stof is helemaal hard geworden en allemaal pluis en zo. Op beeld ziet het er nog best wel leuk uit. Maar in het echt zie je gewoon dat het echt hele slechte kwaliteit is. En daarom doe ik hem weg. Nummer 1 op de wegstapel. De hangertjes leg ik gewoon even op de grond. Op dit rekje hangen 2 items. Als eerste dit Adidas vestje en deze heb ik laatst gekocht bij de episode. Ik heb hem nog niet heel veel gedragen, maar het lijkt me wel gewoon leuk in de zomer vooral. Dus deze hou ik sowieso.
Ik weet het niet zo goed met dit shirtje. Ik vind hem heel leuk. Alleen het is zeg maar zo'n 3/4 mouw. En daar hou ik niet zo van. Maar hij is ook een beetje crop. Ik vind hem super cute. Maar ik denk dat hij naar mijn nichtje gaat. Wegstapel. Oké, deze trui heb ik gekregen. En nee, deze gaat sowieso weg. Oké, dit vest heb ik laatst gekocht. Hij komt van Pretty Little Thing. En die heb ik gekocht via ASOS. ASOS. I don't know. Ik heb hem eigenlijk nog maar 1 keer aangehad. En het is zo moeilijk te combineren. Echt niet normaal. Maar ik denk dat ik hem toch wel hou. Aangezien ik hem pas net nieuw heb gekocht. En ik moet er nog even mee spelen. Wow, ik klink nu echt als een fashion shizzle. Maar jongens, ik ben helemaal niet zo goed in kleding of zo. Maar ja, ik vind het wel gewoon leuk om kleding te hebben en te kopen en te dragen. En een van mijn lievelingstruitjes van Superdry. Ik draag dit vest al 3 jaar lang. En ik heb hem ook al gekregen van mijn oma. Voor haar was hij al te klein. Generatie naar generatie. Deze gaat naar mijn nichtje. Nichtje, als je dit kijkt, lucky you. Dit truitje daarentegen van de Subdue draag ik bijna elke dag. Deze gaat sowieso niet weg. Ja, mijn parel. Deze zagen jullie in mijn laatste pashokjes shoplog. Ik zou die wel hier even linken. Hier, ja. Oh, I love deze. Dit is een jasje die er best wel op lijkt. Maar deze is ook van zachte stof. Super tof. Deze is trouwens van Supertrash. Supertrash is failliet. Echt super jammer. Ik vond hun kleding super leuk. Shirtje, super leuk. Jasje. Ik heb hem gekocht op Runway. En ik heb hem nog nooit gedragen. Ik weet niet of jullie het horen, maar het is echt zo'n regenstofje. Maar ik denk dat ik deze wel in de zomer ga dragen. Dus ik bewaar hem nog wel even. Deze trui vind ik spuuglelijk, maar voor hockey is echt heel chill. Deze heeft een 3/4 mouw. Ik heb hem nog nooit gedragen. Twijfelgeval. Voor dit truitje geldt hetzelfde. Ook van Runway. Maar ja, ik draag het gewoon nooit. Maar ja, deze vind ik nog wel leuk. Dus deze hou ik. Wow, ik had echt niet verwacht dat ik zoveel weg ging doen. Oh, favoriet. Dit jurkje komt van de Shein. En dit is dus ook een Aziatische webshop. Maar dit jurkje vind ik zo leuk. Deze heb ik heel vaak gedragen in de zomer. En deze zomer ga ik dat natuurlijk weer doen. Als het zomer wordt in Nederland. Het is nog steeds midden winter. Oké, dit jasje is van mijn moeder. En die heeft ze gewoon in mijn kledingkast gedumpt. Vind ik wel echt iets te heftig. Dus deze gaat ook weg. Nou ja, opslagkelder of zo. Oké, jongens. Als je ditzelfde probleem hebt, zet het in de reacties. Dit shirtje, ik heb er €50 voor betaald omdat iedereen het wilde hebben. En het was echt zo'n trend en ik dacht, oh my god, het alien shirt. Ik draag hem bijna nooit. Oh, ik heb mijn lampjes allemaal niet aangedaan. Kijk. Dit vestje was echt mijn lievelingsvestje van de Subdue. Maar ja, de armpjes zijn gewoon echt te klein geworden. Echt zo jammer. Door naar de kast. Dit ligt allemaal op de wegstapel. Ik had echt niet verwacht dat er nu al zoveel weggaat. Maar ja, ik draag het nooit, dus dat is ook zonde. Oké, we gaan door naar de broekenkast. Oké, dit is dus mijn broekenlade. Dit is een broek van de Zara die ik net nieuw heb gekocht. Echt een superleuke broek. Die houden we sowieso. Deze Adidas broek is super tof. Gekregen van een vriendin. Echt, love you. Maar hij is helaas te klein. Echt super jammer, maar ik scheur er gewoon uit. Dus of hij gaat terug naar de vriendin, of hij gaat naar mijn nichtje. Dit is zo'n leuke pantalon van de Bershka. Deze broek van de Primark draag ik bijna nooit. Maar ik wil toch wel één zo'n hele grove gatenbroek houden. Dus ook omdat hij super schattige sterretjes heeft, ga ik deze niet wegdoen. Een chille joggingbroek, altijd goed. Deze groene joggingbroek heeft een beetje zijn tijd gehad. Maar ja, ik hou hem toch, want hij is toch nog wel chill of zo. Deze flared van de Sting. Love it. Jullie zien al dat ik een beetje gehecht ben aan mijn broeken. En dit is echt mijn favoriete rokje van de episode. Dit rokje van Runway lijkt er best wel op. Dit is niet hele mooie kwaliteit, maar toch ga ik hem houden. Wow, ik heb echt veel rokjes. Dit rokje van de Subdue is zo leuk, maar zo kort. Echt, iedereen kan mijn bibs zien als ik hier loop. Maar ja, ik hou hem toch, want ik wil hem gewoon niet wegdoen. Een basic rokje van de H&M. En dit is weer een heel lang rokje. Gaat ook niet weg. Oh, dit rokje. Dit rokje komt van de Monkey, echt. En we gaan door met de volgende ronde. Dit is een broek van de Bershka die ik vroeger heel veel droeg. Deze broek van de Hollister. Die bewaar ik ook. Dit is een hele moeilijke kleur om te combineren. Maar omdat ik deze broek best wel origineel vind, hou ik hem ook. Jemig, sorry jongens. Ik wist echt niet dat ik zoveel broeken had. Serieus. Deze broekachtig flared van de Bershka hou ik ook. Witte broek. Daar heb ik er nog geen van. Een soort joggingachtige broek. Ook top. Oh my god, jongens. Je wil niet weten hoeveel hierin past.
Check dit. Dit is niet normaal. Ik wist niet dat ik zoveel beenproducten had. Oké, het begint nu al aardig laat te worden. Het is namelijk 8:30. Hurry, 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 hurry. Quick, quick. Deze lade is gedaan. Nu gaan we verder met deze lade. Oké, hiervan gaat waarschijnlijk heel veel weg. Oké, als eerst mijn favoriete zwarte broek. Ook mijn enige trouwens, maar lol. Deze joggingsbroek komt van New You. Jemig, dit is echt moeilijk. Deze joggingsbroek komt van New Look. Hehe. En deze is superleuk. Ik heb dus heel veel van dit soort Hollister shirtjes. Maar dit is allemaal XS en ik vind ze allemaal super leuk. Maar ze zijn het allemaal net niet of zo. Ik weet het niet. Ik ga deze even aandoen. Oké, ik ben erover uit. Ik vind deze shirtjes super leuk. Maar wel voor echt middenzomer. Dus deze gaan naar de kelder. En dit jaar ga ik naar Sri Lanka en daar heb ik echt super veel zin in. Maar dan neem ik deze gewoon mee. Maar voor nu vind ik het gewoon iets te koud. Oké, deze broek heb ik net gevonden. Super coole broek, alleen... Hij is zo huge. Oké, deze shirtjes gaan weg. Ik zou het nog even wel goed laten zien. Sorry pap, deze heb jij voor mij gekocht in Las Vegas. Maar dit ga ik echt nooit dragen. Dit shirt draag ik ook echt nooit. Ik weet het niet. Het lijkt een beetje op zo'n Brandy Melville steltje, maar net niet. En deze gaat op de twijfel, want dit vind ik wel een heel cool sportshirt van Adidas. Alleen, het is niet helemaal bol of zo. Ik weet het nog steeds niet. Wat vinden jullie? Zet het even in de pool. Misschien hou ik hem, misschien niet. Let me know. Door naar deze lade. Dit is echt een hele erge mes. Ik heb trouwens even een ander shirtje aangetrokken. Maar oké, let's begin. Oké, deze trui, nou hoodie, is echt super weird. Dus deze gaat sowieso weg. Dit is mijn danskamp trui en dat vind ik een super leuke herinnering. En ook een leuke trui, dus deze gaat niet weg. Dit is een zogenaamde pyjama trui. Deze heb ik gekregen, maar deze hou ik wel. Want ja, dat is altijd handig. Dit superleuke glittershirtje die jullie hebben kunnen zien in een weekvlog gaat naar mijn kapstok, want deze is ook heel leuk. Nou, dit Adidas rokje hou ik ook. Poelie van mijn moeder, die gaat naar mijn moeder. Deze trui is echt de foutste trui ooit van de Primark, maar ik hou hem toch omdat hij is heel fijn voor tijdens het huiswerk. Oké, sportleggings. Deze vind ik heel chill. Deze is van mijn moeder, maar ze vindt hem niet meer fijn. Dus mag ik hem. Ja, hij is nog iets te groot voor mij, maar ik hou hem dan wel. Deze legging heeft een super rare kleur. Ik draag hem bijna nooit, maar ja, laat ik hem dan maar toch houden. En dit is mijn oude hockeyrokje, maar hier past mijn kont niet meer in. Dus deze gaat sowieso weg. Gewoon een chill sportbroekje. Dit broekje is super raar. Dus deze gaat ook weg. Dit is gewoon mijn trainingsbroek voor hockey, dus deze hou ik ook. Shirtje voor onder mijn hockeyshirt. En mijn hockeypak. Deze pot met haar elastiekjes hou ik dan ook maar. Lege lade. En dan gaan we door naar de laatste lade. Woehoe. Ik heb echt geen zin meer. Oké, deze lade is gewoon een mes. En dit mag ook een mes blijven. Dus klaar. Nee, oké. We moeten wel echt even iets aan doen hier. Dit zijn ski sokken. Die heb ik pas volgend jaar weer nodig. Deze moeten sowieso weg. Dit is een superleuk jurkje van Shein, dus deze hou ik. Nou, ik hou al mijn pyjama's. Kniebeschermers voor dans hou ik ook. Er ligt hier serieus een Sinterklaas pakpapier. Weg. Kerstsokken, die hou ik wel. Fluffy socks hou ik ook. Dit jurkje is wel echt super schattig. Dit jurkje gaat naar de kelder, want ik weet echt niet wanneer ik dit nog wil dragen. Dit had ik voor het schoolfeest van de eerste. Waarom had ik dit gekocht? Omdat het thema jungle was. Dit is een jurkje van mijn moeder en ze denkt... dat ik dit super leuk ga vinden later. Sorry mam. Dit jasje is eigenlijk super leuk. Alleen hier is hij stuk, want de knoop is weg. Maar deze ga ik wel door mijn oma laten maken of zo. Love you oma. Maar verder is hij wel leuk, dus deze hou ik wel. Dit rare ding heb ik ook gekregen. Maar ik vond deze best wel cool toen ik hem zag. Nee, deze gaat ook weg. Oh ja, dit grote hemd. Maar dit is echt super leuk als je dit zo opknoopt. Dus deze hou ik ook. Oké, dit is een outfit die ik best wel vaak samen draag voor feestjes. Dit is een hele lange zeerok van de H&M. En dit is wel een grappig verhaal, want ik ging met mijn vriendinnen shoppen en toen zag ik deze. Ik ga er even bij zitten. En toen zag ik dus deze. En toen zei ik tegen hun, oh, deze is echt leuk. En ze lachten me uit, omdat ze zeiden, oh, deze is zo lelijk. Hoe kan je dit mooi vinden? Maar ik vind hem zo cool. En toen heb ik hem dus uiteindelijk gekocht en op het schoolfeest gedragen. Dus dat is wel super grappig. En die draag ik dan heel vaak samen met dit shirtje. Deze en deze vind ik wel heel leuk. Oké, allerlaatste. Mijn balletpakje. Nou, deze hou ik wel. Aangezien, ja, die kan ik moeilijk weggooien. En deze jurk. En deze hebben jullie ook in een weekvlog gezien toen ik naar de H&M ging. En deze vind ik ook super cool. Nog steeds. Yes! We zijn er doorheen, jongens. Eindelijk. Nee! Mijn schoenen!
Stop! Nou, dit zijn al mijn schoenen. Ik vind dat ik best wel veel schoenen heb. Nou, laten we zeggen gewoon genoeg. Nikes, New Balance, Yeezys, H&M, Tamaris. En dit zijn mijn lievelingsschimpen. Eigenlijk zijn dit mijn lievelings. Hey jongens, we zijn er doorheen. Ik heb alles laten zien en opgeruimd. Jullie willen niet zien hoe mijn kamer er nu uitziet. Maar toch ga ik het laten zien. Nou, mijn softbox. Alles wat ik weg ga doen. Dingen die in de was moeten en naar de kelder. Geen idee. Dit moet nog allemaal in de laatste lade. Dat gaat terug naar mijn moeder. En dat is mijn kamer. Dit was dan mijn kledingkast en het opruimen van mijn kledingkast. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jou volgende week. Doei! Mwah.